twee uitstelrondes ligt Far Cry 5 nu eindelijk in de winkels. Die vertraging heeft haar vruchten afgeworpen, want volgens onze Far Cry 5 review is de game beter, verfijnder en krankzinniger dan zijn voorgangers. Naast de nieuwe setting zijn er nog meer aanpassingen doorgevoerd. Ik ben Sander van Eurogamer Benelux en dit zijn de 5 dingen die je over Far Cry 5 moet weten. De campaign duurt ongeveer 25 uur. Volgens ontwikkelaar Ubisoft duurt de campaign in Far Cry 5 ongeveer 25 uur, maar dat is wel volledig afhankelijk van je eigen speelstijl. De game bevat namelijk tal van optionele activiteiten die je speelduur aanzienlijk verlengen. Zo vraagt de lokale bevolking je geregeld om hulp en tref je in Hope County regelmatig wegversperringen aan. Ook zijn er schuilkelders die je kunt leegroven en overgenomen locaties die je terug kunt innemen. Je hebt dus meer dan genoeg te doen. Alles is aan te passen. Ben je niet helemaal tevreden met het kleurtje van je geweer, dan kun je die naar eigen voorkeur aanpassen. Evenals de vizieren en de dempers die je naar hartelust aan je wapens kunt toevoegen. Bovendien kun je nu auto's, boten, vliegtuigen en helikopters kopen. En dat lelijke kleurtje op je auto, zelfs dat mag je aanpassen. Oh, en een Rabbids bobblehead op het dashboard behoort ook tot de mogelijkheden. Tot slot mag je ook nog bepalen welk t-shirt, broek, jas of pet je draagt. Co-op. Dat laatste komt zeer goed in co-op van pas. Je wilt er voor je vrienden natuurlijk wel stoer uitzien. De gehele game is in co-op te doorlopen, waardoor er ineens hele nieuwe manieren zijn om problemen op te lossen. Zo geeft een vriend je vanuit de lucht dekking, of duik je zelf achter een turret bovenop de Amerikaanse truck waarin je beste maat door de landelijke omgeving scheurt. Bondgenoten. Mochten je vrienden nou geen Far Cry 5 spelen, dan is het nog altijd mogelijk om de hulp van NPC's in te roepen. Via het Guns for Hire en Fangs for Hire systeem krijg je toegang tot verschillende bondgenoten met elk hun eigen unieke vaardigheden. Zo heb je de sluipschutter Grace die met weinig geluid vijanden omlegt en de piloot Rick Rye die vijanden met kogelregens en bommen bestookt. Ook heb je de trouwe viervoeter Boomer en de beer Cheeseburger. Ja, Cheeseburger, dat hoorde je goed. Far Cry Arcade. Als je na de campaign, avonden in co-op en het behalen van de Platinum Trophy nog niet uitgekeken bent, kun je ook zelf scenario's, maps en uitdagingen in de map editor maken. Die heet vanaf nu Far Cry Arcade en geeft je meerdere middelen om je creatieve geest aan het werk te zetten. Zo beschikt de editor over de assets van andere games van Ubisoft, waardoor je nog toffere maps kunt creëren. Zo zijn er objecten uit Watch Dogs, Assassin's Creed 4 Black Flag en Far Cry Primal te vinden. Zo, dat was het dan. 5 dingen die je moet weten over Far Cry 5. Wil je de review lezen? Of misschien nog meer over Far Cry 5 weten? Check dan vooral de website Eurogamer.nl en neem vooral een kijkje op het YouTube-kanaal waar we een aantal gameplay-video's hebben geplaatst. Vergeet niet te abonneren, laat een duimpje achter en laat vooral weten of jij van plan bent om Far Cry 5 te spelen. Tot de volgende keer!